Blijf met elkaar praten en leer van elkaars verhalen. Dat is de belangrijkste boodschap die Arabiste en Biblicisten Petra Stine woensdag 4 juni in Beringen meegeeft in haar lezing Lente in de slaapkamer. De bekende spreekster gaf een lezing over de invloed van vrouwen op het vergroten van wederzijds begrip en bewustwording tussen verschillende groepen in de samenleving in Nederland en in het bijzonder in Peel en Maas. Ik heb veel ervaring met de vrouwen van de moskee in Helden. Nou, dat zijn wel hele moedige tantes, zeker weten. En mijn moeder die komt niet zo ver hier vandaan, die komt uit Neer. En als ik naar haar levensgeschiedenis kijk, ik denk dat heel veel overlap is met de vrouwen in Peel en Maas. Ja, dan hebben die vrouwen heel wat te vertellen. Kijk, en de thema's waar ik af en toe aan geraakt heb, gezondheidszorg, onderwijs, politieke participatie, arbeidsmarkt, ook beeldvorming. En dan ineens voel ik de parallellen. Want in Nederland, de gezondheidszorg, de medicijnen, we zitten hier met een groot deel dames, de medicijnen die jullie krijgen zijn getest op mannen, niet op vrouwen. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Wanneer krijgen we de eerste vrouwelijke premier? En natuurlijk wil ik de Arabische wereld niet met Nederland vergelijken, dat kan helemaal niet. Maar ik zeg, kijk ook naar de parallellen. Nou, wat ik zelf heb geleerd in de Arabische wereld is, kijk naar de diversiteit. En probeer mensen in te sluiten op basis van wat ze wel nog kunnen. En zeg niet, jij bent vrouw, daarom mag je niet meedoen. Jij zit in een rolstoel, daarom kun je hier niet binnen. Of jij bent moslim en daarom denken we dat jij hier niet past. Kijk naar waar mensen iets kunnen bijdragen aan de samenleving. Ik denk dat die revolutie in de Arabische wereld, waar we het vanavond over hebben gehad, de lente in de slaapkamer, die kan alleen maar als mannen en vrouwen dat samen doen. Op hun eigen manier. Vorig jaar was Petra Stine aanwezig bij het vijfjarig jubileum van de As-Salaam Moskee in Panningen. Wat ik heel mooi vind om te zien van de moskee in Helden, dat het echt een groep mensen is die iets willen betekenen voor de gemeenschap. Niet alleen voor de islamitische gemeenschap in Helden, maar voor de hele gemeenschap. En dat voelde ik ook. Ik heb echt het gevoel dat die moskee een centrale plek heeft gekregen in de samenleving. Na de lezing beantwoordt Petra Stine vragen van bezoekers. Het uitgangspunt om met elkaar in dialoog te blijven, wordt ook door de bezoekers omarmd. In mijn ogen, de vrouw en de man zijn gelijk. Dus gewoon wees creatief en zet door en je komt er wel. Zij geeft aan, dat was de slotzin eigenlijk, dat je goed moet luisteren naar de mensen. Dus niet met vooroordelen, maar luisteren wat zeggen ze echt en wat bedoelen ze. En dat vond ik een heel goed uitgangspunt. Blijven praten, blijven discussiëren. De dialoog is heel belangrijk. Geniet van verschil. Mensen die anders zijn dan jij, luister eerst voordat je oordeelt.